Hey, welkom weer bij een nieuwe Aardbeien Christmas video. Hey, we gaan deze week eens even een hekje maken. Nou, dat hekje dat is voor een collega van mij. Die heeft een huisje opgeknapt en die wilde graag een traphekje hebben. En hij zegt, ja goed, dan zegt van ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik wil. Kan jij eens wat verzinnen? Dus, nou ja, in eerste instantie zeg ik, joh, ik vind het altijd heel mooi om een huisje heel strak te maken. Dus ik zeg, gewoon een paar mooie stalen kolommetjes maken. Glasklemmetjes ertussen en dan glas erin. Maar zegt hij, ja, dit is een wat ouder huisje, dus het moet een beetje klassiek zijn. Ik zeg, nou ja, ik zeg, dan kunnen we voor een spijlhekje gaan. Dat is op zich ook leuk. Ik zeg, en dan doen we het op die manier. Dus nou ja, zodoende. Maar als je natuurlijk een spijlhek maakt van massieve spijlen, in dit geval 50 bij 10, dan wordt het natuurlijk een verschrikkelijk zwaar hek. Dus heb ik bij de ijzershop even navraag gedaan of dat ze ook een kokertje van 50 bij 10, want ik weet dat wij dat vroeger ook heel veel gebruikten. En die kunnen hun dus ook leveren. Dus ik heb hier ook 3 zware pakketten van de ijzershop. En daar zitten dus die kokertjes in voor de spijlen. De bovenrail, dat wordt een koker 60 bij 30. En onder, ja, dat trappengat, dat is zeg maar afgewerkt met een houten deel aan de zijkant. En een laminaatvloer bovenop. En ja, die hoek is niet zo mooi. Dus ik zeg, joh, dan nemen we gewoon een mooie hoeklijn. Dus ik heb een hoeklijntje 80-40. Ja, die komt dus op de vloer en in die kanten staan. Mooie verstekkantjes eraan. En dan gaan we eigenlijk kijken of we het hek gewoon vast kunnen kitten. Dus, want je hebt dus ja, zeg maar 7 centimeter lijmoppervlak over 2 meter. En dan nog een meter de hoek om, want het is een hoekvormig hekje. En ja, dan kun je natuurlijk makkelijk vastplakken. Dus dat is eigenlijk een beetje het hele idee daarvan. Dus ja, voorlopig is maar eens 30 spijlers zagen. Oh, wat een hoop werk. En dan even de bovenrail en de onderrail zagen. En dan ga ik daarna eens even alle basisbeginsel even uitleggen van een hekje. Want je hebt natuurlijk met bepaalde ja, gegevens te maken als je een hek gaat maken. Die volgens bouwbesluit bepaald zijn. Hè? Want ja, je mag natuurlijk officieel niet zomaar alles maar maken. En natuurlijk in die privésfeer wel. Maar ik vond het wel leuk om nu gewoon eens eventjes de regels uit te leggen zoals het officieel hoort te zijn. En ja, eigenlijk heel simpel. Hoe maak je nou een hek? Dus dat gaan we doen in deze video. Zo, dan heb ik nog even wat, ja eigenlijk basistips. Voor het zagen van die spijlen, gebruik een aanslag. Als je dat hebt. Als je dat niet hebt, maak een aanslag. Eigenlijk, heel simpel. Nou, natuurlijk op deze zaag, daar zit natuurlijk gewoon een aanslag opgemaakt. Maar je kan natuurlijk altijd gewoon, al is het maar een houten balk aan je zaagmachine. Al is het maar met je slijptol, dat je iets kan maken, dat je langs hetzelfde maatlatje slijpt. Als je dat niet doet en je gaat ze allemaal stuk voor stuk afschrijven, heb je gewoon kans op maatverschil. En wat krijg je dan? Dan krijg je een golvende bovenreling. Onder is natuurlijk dik, dit is 6 mm dik. En boven hebben we natuurlijk een kokertje met een wanddikte van 2. Dus die wanddikte van 2 verliest het altijd van die dikke onderregel. Zeker op het moment dat je natuurlijk die koker ook nog eens een keer warm gaat maken, want je gaat die spijlen aflassen. Dus dat is een heel belangrijk ding. Volgende belangrijke ding is, houd rekening met je lasnaad in je koker. Je hebt natuurlijk altijd in iedere koker even je lasnaad. Nou, hier zit die toevallig echt vol in de midden. Kijk, hier zitten ze een beetje uit de midden, maar nog steeds op die kant. Maar je hebt soms ook kokers waar ze dan aan deze kant zitten. Nou ja, als dat zo is, kan je er niks mee. Maar in dit geval zit je lasnaad nu ja, boven, vol in het zicht of onder. Nou, wij gaan een traphekje maken wat hier kort is en daar het lange stuk. Dit is het korte stukje. Dus ik heb gezorgd dat straks de bovenkant glad is en dat de lasnaad onder zit. Maak geen reet uit, maar je ziet het wel ook na het poedercoaten.
Dus het is gewoon veel mooier. Nou, ik heb eigenlijk alle onderdelen hier liggen. Ik moet heel eventjes kijken of dat ik nou met deze hoeklijn lang genoeg ben, want de IJzershop levert 2 meter. Dat doen ze, omdat je anders mag je niet transporteren. Tenminste niet door een bode. Een bode mag maximaal lengtes van 2 meter vervoeren. Dus daarom zit ik gebonden aan die 2 meter. Nou, dit trappengat is precies 2 meter. Maar ik ga natuurlijk 8 centimeter doorsteken ten opzichte van zijn staande deel. Dus ik kom eigenlijk 8 centimeter tekort. Vind ik dat nu even niet zo spannend. Ik maak gewoon het hek nu zoals die is. En ik kan er altijd nog even 1 spijl aanzetten. Dus gewoon even een stukje koker aan, of een stukje hoek aan aanlassen. En dan bij die bovenste koker ook, want die is ook net tekort. Dus ja, dat. Het eerste wat ik even doe is even al die spijlen even langs de schuurband trekken. Dan heb je gewoon geen bramen. Dan last die veel makkelijker. En dan gaan we naar de volgende belangrijke dingen. Dus ga gauw beginnen. Oké, de volgende stap, die ook echt wel van belang is. Ik had het er net al even over, we gaan het hekje maken volgens bouwbesluit. Nou, wat houdt bouwbesluit nou in? Nou, bouwbesluit is eigenlijk niks meer dan, er is ergens een organisatie hier in Nederland en die bepaalt gewoon hoe, aan welke eisen dingen in de bouw moeten voldoen, zeg maar. Dus in dit geval dus ook de afstand van je spijlen, de hoogte van je hekken, de hoogte vanaf welke verdiepingshoogte van je hekken, want daar zit ook nog weer verschil in. En zo zijn er heel veel andere richtlijnen. Tegenwoordig is bijvoorbeeld een deur ook 2,35 meter hoog, geloof ik, en 90 breed. En dat bouwbesluit wordt continu herzien, zeg maar. Mensen worden langer, zeggen ze dan. Huizen moeten groter worden, rolstoelbestendig, nou ja, noem allemaal maar op. Daar is het bouwbesluit voor. In dit geval gaan wij een hekje plaatsen in een bestaande woning. Nou, volgens bouwbesluit mag je in een bestaande woning een hekje plaatsen boven de 1,5 meter van 90 centimeter hoog. Nou, 90 centimeter is natuurlijk een vrij lekkere hoogte. Deze tafel staat ook op 90 hoog. Maar kijk, ze zeggen natuurlijk, dat is lager dan heuphoogte. Ze zeggen, je romp is zwaarder dan je onderlichaam. Je kan dus heel makkelijk over het hekje heen vallen. Maar ja, als jij natuurlijk in een oud huis, met allemaal nog deurtjes van 2,1 meter en soms zelfs maar 83 breed. Als je daar natuurlijk ineens een hek in gaat zetten van een meter hoog of hoger, dat ziet er natuurlijk niet uit. Want officieel voor een nieuwbouwwoning moet dus een hek minimaal een meter hoog zijn vanaf je eigenlijk al begane grond. Hè? Boven de 13 meter moet hij zelfs 1,20 meter hoog zijn. Ja, dan krijg je zulke hoge hekken, dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar ja, je zal waarschijnlijk zelf wel herkennen als je ergens een keer op een galerij van een hoge flat loopt, dat die hekken inderdaad zo hoog zijn dat je lekker op de leuning kan hangen. Ja, dat heeft er alles mee te maken met dat bouwbesluit. Nou, en zo heb je dus ook die spijlafstand. Je bent redelijk vrij met die spijlafstand, maar de ruimte tussen de spijlen mag nooit groter zijn dan 10 centimeter. Dat is bouwbesluit. Men zegt dat dus een hoofd van een baby nooit door een ruimte van smaller dan 10 centimeter past. Dat is dan weer die regel. Huisdieren, ja, een kat die kan er tussendoor, maar die kat die moet maar kijken. Maar verder kan er eigenlijk niks tussendoor. Dus nou, in dit geval is mijn hekje is 81 centimeter breed. Dat is eigenlijk een beetje een rotmaat. Maar goed, je weet dus al, als je er 8 spijlen in zet, dan ben je altijd goed. Nou, in dit geval hebben we ook nog een keer met een hoek te maken. Een hoek is wel even een ander verhaal. Want al zou ik dus hier vanuit de hoek vandaan 10 centimeter deze spijl pakken en uit deze hoek vandaan 10 centimeter spijl, dan zou je zien dat die diagonale maat, die is zomaar 11,5 of zo, misschien wel 12. En dan is je hek dus gelijk finale afgekeurd. Dus wat doe je gewoon, want dat maakt toch niet zoveel uit. Je pakt die eerste spijl op 7,5 centimeter, dus 75 millimeter. Dus wat doe je? Je wilt natuurlijk aan het einde wil je een spijl hebben, want het is mooi om mee te eindigen. Die schrijf je af. Je schrijft die spijl af. Dan meet je de hart-op-hartmaat.
Nou, in dit geval is dat 72 centimeter. En ja, je weet dus 10 centimeter, dus er komen 7 spijlen tussen. Heel simpel. Dus wat doe je dan? In dit geval 72,3. Die deel je door 7 spijlen. Nou, dan komt 103 mm kwam er hieruit. 103 is de hart op hartmaat van je spijl. Maar er komt natuurlijk nog een halve spijl bij van de ene kant en een halve spijl bij van de andere kant. Dus netto zit je maar op 93 tussen je spijlen. En dan voldoet die. Zo simpel is het eigenlijk. Dus nou ja, goed, ik heb nu deze regels heb ik allebei even afgeschreven. Dat doe ik op de kopkant en ik klem ze naast elkaar. Waarom doe ik dat? Weer om zuiver te kunnen werken. Nu weet je gewoon. 0 is altijd 0. Je trekt alle strepen over. En ja, oké, okay, als je een meetfout maakt, dan maak je je meetfout consequent. Maar ja, daarop gesproken nog een keer. Je hebt dus zeg maar die verdeling heb je gemaakt. Dan ga je je spijlen uitzetten. Maak nou niet de fout om 93 af te strepen, 10 mm af te strepen, 93, maar tel door. Want kijk, dit is nu een heel kort hekje, maar ik heb ook zat hekken gemaakt die gekoppeld aan elkaar wel 100 meter lang waren. Als je dan natuurlijk gaat verlopen in je spijlen, dat wordt niks, hè. Dus altijd gewoon je nulmaat pakken en gewoon doorplussen. Telefoontje erbij, rekenmachientje erbij, gewoon de som is en dan kan je streep. En dan kan je gerust eventjes, in dit geval gewoon met je meetlintje, even een streepje 5 mm links, 5 mm rechts zetten. Dat is zuiver genoeg. Als je vaker hek hebt gemaakt, hou je alleen het hartlijntje aan en dan doe je het gewoon op het zicht. Want die 5 mm, tenminste, je zal misschien 2 mm afwijken, dat zie je weer niet. Dus ja, dat is eigenlijk de basis. Als je dit zo doet, dan heb je altijd een goed hek, dan heb je altijd een recht hek. Dus we gaan maar even hechten, denk ik. Het lange stuk doen we lekker later. We beginnen al mooi met deze. Oké, okay, dat hechten van zo'n hek. Hoe ga je nou te werk? Nou, ik ben natuurlijk nu in het bezit van deze fantastisch mooie lastafel. Die heeft natuurlijk niet iedereen. En dat hoeft ook helemaal niet. Wil je er een? Kijk even op de site van de lastafelshop. He, vindt Ruud leuk. Maar goed, je kan prima een hek op schragen maken. Waar je wel voor op moet letten is dat de schragen vlak staan. Niet dat je schragen zo staan. Als jij zo dus getordeerd een hek in elkaar hecht, krijg je hem bijna nooit meer goed. Dan las je zoveel spanning in zo'n hek. Daar moet je op letten. En verder maakt het eigenlijk niks uit. Nou, het grote voordeel natuurlijk van de lastafel is dat je gaten hebt. Dus wat ik nu ga doen, ik pak even mijn doosje met alle accessoires erbij. Kijk, ik zet nu gewoon even een paar nokken. Want zeg, als je nokken zet, heb je een evenwijdige lijn. Wat willen we hebben? Moet ik alleen nog heel even mijn streepjes doortrekken. Dat heb ik niet meer gedaan. Kijk waar mijn potlood is gebleven. Hierdoor. En die. Die willen we natuurlijk even naar boven hebben. Zo'n wit potloodje werkt ook heel fijn, hè? Kun je altijd lekker zien op warm gewalstaal. En het grote voordeel is, als je natuurlijk zo'n hek laat verzinken of laat poedercoaten, dan krijg je hiermee ook geen ruzie met de verzinkerij. Doe je dat nou met een zwarte stift of met vetkrijt, dan gaan ze lopen mekkeren, want dan is het weer niet goed. Oké, okay, hopsiek idee. Deze zetten we eens even zo neer. Klemmetje erop. Die valt niet meer om. In dit geval leg ik hem lekker tegen de zijkant van de tafel gelijk. Daar hoef ik natuurlijk helemaal niks mee te meten. Ons belui. Zo. Wat ik heb gedaan. Deze hoeklijn heeft natuurlijk een bepaalde breedte. Omdat ik die vloer af moet dekken. Maar mijn bovenreling, die heb ik een koker 60 genomen. Spijlen heb ik koker 50 genomen. Waarom doe je dat? Gelijk is ongelijk. Kijk. Nu is jouw spijl net wat smaller dan de koker. Dus je kan heel mooi die kopkantje straks hechten. Dan las je die staande kant al af. En dan heb je een heel
lekker glad hek om langs heen te lopen. Dan heb je niet zo'n hek waar je iedere spijl langs je handen voelt. Dus dit werkt gewoon heel fijn. Nou, wat ik dan zelf altijd heel fijn vind werken, is om gewoon even kunststof vulplaatjes erbij te pakken. Je moet natuurlijk 5 mm opvullen, dus dat is een rode. Een rode vullen. Die leggen we gewoon op de plek van de spijl. En ik begin eigenlijk altijd met de twee buitenste spijlen. Dus die leggen we er even bij. En doen we hier ook. Het grote voordeel van die kunststof vulplaatjes is, daar hechten je spetters niet aan. Dus dan kan je gewoon, heel simpel, heel de boel onderbaggeren. En het enige wat ze doen is een beetje smelten. Nou, je legt deze weer vlak op de tafel. In dit geval einde weer gelijk. Want we wisten dat dat recht was. Nou, op het moment dat je spijlen allemaal even lang zijn. En dat zijn ze omdat je ze allemaal op een aanslag zaagt. Kan je nu eigenlijk er al van uitgaan dat jouw hekje recht is, hè? Klem hem even vast. Zo. Dan leggen we hier de spijlen even bij. En deze kant ook. En ik kan hem eigenlijk gewoon gelijk hechten. Maar dat doe ik even niet, want dan ben ik slecht te verstaan. Dus even voor het idee. Moet die wel afschrijven, vriend. Haha. Valt hier gewoon alweer in de hand. Dan ben je amateur. Slechte voorbereiding weer. Zo, poging 2. Rekening mee houden dat ik de verstekkant de goede kant op staat. Ook niet geheel onbelangrijk. Zo, die spijl met het einde gelijk. Hem met het einde van de tafel gelijk. Zo en zo. Nou, het enige wat je dan nog moet doen is kijken of dat je hekje wel haaks is. Ga nou niet met een winkelhaak proberen dit hek haaks te krijgen. Want ik kan je vertellen, als je die hoek en die hoek haaks hebt, is die niet haaks. Durf ik al mijn geld op in te zetten. Dus wat is veel makkelijker? Meetlintje. Gewoon tegen de spijl. Tot aan daar, ik moet nu even zitten aan mijn spijl losleggen. 1 meter 11 en een half. En dan moet hier dus diezelfde maat 1 meter 11 en een half zijn. Dat is haaks. Overhoeks is haaks. En niks anders. Kom niet in de verleiding van die winkelhaak. Doe het gewoon niet. Nou, in dit geval even hechten. Opvullen met spijlen. En dan kan je hem af gaan lassen. Nou, over het aflassen kom ik zo nog even terug. We gaan eerst de spijlen erin hechten. Nou, wat je nou moet doen is niet al die spijlen alleen maar op de kop hechten. Want je weet, als je hecht, dat trekt. Op het moment dat je dit dus hecht, dan trekt heel die bovenreling trekt om. En hij trekt ook om de andere kant op. Er zit een klem op, maar ik kan jou vertellen, die klem gaat dat niet houden. Dus even boven hechten en even helemaal onder in het hoekje hechten. Nooit halverwege in de las gaan zitten, want dan worden later allemaal bobbels. Dus dat gaan we nou even doen. Yeah!
Nou, zoals jullie gezien hebben, zit nu alles helemaal in elkaar gehecht, boven en onder. Dus we kunnen in principe vanaf deze kant gaan wassen. Is ook het beste, omdat we her en her wat hechtjes hebben aan de onderkant. Dus dan kan je natuurlijk mooi beginnen met je was en eindigen op de hecht. Dan zie je hem straks bijna niet meer. Nou, ik heb even wat kokertjes onder het hek gelegd, zodat die spetters weg kunnen op de tafel. Nou, wat ik het liefst doe, is gewoon nog eventjes een beetje antispatspray. In dit geval heb ik een Vomotip. Lekker op de tafel spuiten. Dat hek, dat maakt niet zoveel uit. Want die is vet zat van zichzelf. Maar ik wil natuurlijk niet dat die gaten van de tafel helemaal vol gaan zitten met spetters. Dan krijg je natuurlijk die klemmen er niet meer in. Dus ik spuit in dit geval vooral even de tafel flink in. Met antispat. Hoppakee. En dan kunnen die spetters er mooi onderuit vallen. Op het moment dat jij dat hek strak op de tafel legt, dan kan je er donder op zeggen dat er op die ronding van de koker aan de onderzijde overal spetters zitten. En dat komt erdoor, die spetter kan niet wegvallen. Dus die valt naar beneden en die stol daar smelt vast. En dan zit dus aan je werk vast. Nou, daar heb je natuurlijk geen zin in. Dus dat wat betreft het lassen aan het hek. Nou, de machine, ik zal hem even aanzetten. Nou, ik las hem dus op 22,5 volt. 12,8 meter per minuut aan de raad. En ik heb dan inderdaad een softstartje aanstaan. Want dat vind ik altijd fijn. Ik gebruik maar 6 liter gas. En dit is dan natuurlijk die welkar, hè, de 3140. Dus ja, maximaal 300 ampère. Dus die gaat dicht. Ik ga de afzuiger aanzetten. En dan gaan we lassen. Nou ja, je ziet het, hè? Je bent nog geen 10 minuten aan het lassen en je hebt het alweer voor elkaar. Ja, ik weet niet of je het goed in beeld kan zien, maar eigenlijk heb je bijna geen spetters. Hè? De spetters die erop zitten, die zitten eigenlijk ja, bijna handvast, die veeg je er zo af. En het laatste beetje doe je even met de bijter. Kijk, vooral die hoeken, dan loop je niet met je vingers langs. Maar iemand die vaker hekken bouwt, die loopt in ieder traphuis loopt die te voelen naar laspetters, want dat is echt gewoon, ja, die moeten er gewoon af, punt. Kijk, en het stelt echt niet veel voor. Op een gegeven moment weet je ook precies waar of wat ze zitten. En laspetters zie je niet, laspetters voel je. Even met de vingers erlangs, ook door je handschoenen heen. Je voelt het gelijk waar ze zitten. Ik zie ze ook wel, maar de meest verraderlijke spetters die voel je. Dat heb je als je schoon werkt, hè? Dan heb je weinig spetters. Goede afstelling van je machine. Nou, je ziet dat deze kant is al klaar. Zo makkelijk kan het zijn. Nou, het enige wat we dan moeten doen is even omdraaien. Aan de achterkant even al die kopjes lassen. En dan moet je er niet te veel meer aan doen. Niet gaan lopen slijpen, gewoon netjes lassen. En natuurlijk kan je even een vuiltje pakken. Hè. Als je denkt van ja, ik heb her en der heb ik een spetter weggehakt die een beetje scherp voelt. Pak je gewoon een rond vuiltje erbij. Ik zal hem eens even pakken. En hier gewoon zo'n klein rattenstaartvuiltje. Dan zeg je, oh ja, hier heb een spetter gezeten. Dat is toevallig net onder de klem.
hier een paar gezeten. Even 150 gedaan. En meer niet aan doen. Alles wat je slijpt komt terug in de eindplaat. Dus in het verzinken, in het poedercoaten. Dat komt allemaal omhoog. Dus netjes werken, dan hoef je er niet zoveel aan af te werken. Dat is echt van belang. Kijk, je hebt nou een heerlijk glad hek. Je hoeft er eigenlijk geen rit meer aan te doen. Nou, dat is top, hè? Nou ja, wat nog een handigheidje is voor jezelf. Als je zegt van ja, goed, je gaat veel hekken maken. Ja, een beetje met ergonomisch werken te maken. Kijk, ik ben links. Dus ik las natuurlijk hier vandaan. Tot daar kan ik goed bij. Las natuurlijk van over mijn goede hand. Dus dan kan ik mijn toorts omdraaien. Als je opgevallen is, aan deze kant, moet ik natuurlijk anders helemaal op mijn werk gaan leggen om met mijn linkerhand verder te kunnen werken. Oefen gewoon een beetje met rechts, hè. Want je kan prima met rechts van boven naar beneden lassen. Dat stelt ook helemaal niks voor. Je stuurt hem met je linkerhand. En zo ga je dus eigenlijk jezelf tweehandig leren lassen. Dan ga je echt, als je dat oefent, ga je zo verschrikkelijk veel profijt van krijgen. Nou, op het moment als dit goed gaat, dan kan je ook dit lassen gaan proberen. En ja, ik heb ondertussen zoveel uren gelast. Dat lukt ook wel aardig, zeg maar. Dus dat is een handigheidje. Gewoon proberen en je zal zien, het gaat makkelijker dan dat je denkt. Zo, en dan ineens heb je een hekkie. Dat is mooi, hè? Dat is een timelapse boven de werkbank. Dat vind ik altijd wel een leuk gezicht. Dus nou, ik heb de grote hek in elkaar gezet. Nou, jullie hebben het gezien, ik heb nu in ieder geval die kopkantjes even dichtgelast. Ik vind dat altijd een pestgezicht als je daarin kijkt. En je kan natuurlijk ook van die kunststof doppen inslaan. Maar dat ziet er allemaal niet uit. Dit is gewoon netjes strak, weet je wel. Deze kant komt tegen de muur, daar zie je eigenlijk helemaal niks van. Maar goed, ik vind wel dat het netjes moet zijn. Aan die kant ook, dit is natuurlijk wel de kant waar je straks tegenaan loopt. En weet je, loop hier straks de trap af, dus zo het hoekje natuurlijk. Wat heb ik verder nog gedaan? Ik heb hier even een koker ingemaakt. Dat hebben jullie net ook. Kijk, dit is gewoon een spijl, hè. Die heeft natuurlijk wat ruimte, dat geeft op zich niks. Die heb ik aan de bovenkant gelijk gedaan. Nou, dan kan je er altijd voor kiezen. Of om er gewoon een beetje kit op te smeren. En daarna het hek eroverheen te schuiven. Dat werkt prima.
Aan de andere kant kan je ook zeggen van oké, ik vul hem eventjes uit en ik geef onder vandaan geef ik er dan zelf boor een parketje in. Kan ook. Uiteindelijk zal het niet zoveel uitmaken. De boel wordt toch wel sterk. Nou, het enige nadeel wat je dus wel hebt met deze hekken is dat er vrij veel krimp ontstaat. Hè? Natuurlijk deze koker ga je aan één kant alle kanten lassen. Dus die wil natuurlijk rond gaan staan. Nou, dat doet deze ook. Als ik er echt hier even overheen kijk. En ik strook hem zo. Dan zie ik gewoon dat die bol staat. Nou ja, in instantie hadden we verzonnen om dat ding gewoon alleen maar op de vloer vast te kitten. Want je hebt natuurlijk een vrij groot lijmoppervlak. Maar ja, bij nader inzien vind ik dat toch iets te rond staan. Dus ik ga dat ding zelf niet plaatsen, maar dat ga ik even een jongen meegeven. Boor even op de plaatsen waar je houvast hebt. Gewoon een gat erin, even netjes soevereinen. Verzon kopschroefje erin. En als je hem dan gewoon meeschildert, is die wel hartstikke netjes. Dan heb je natuurlijk ook gelijk een goed stevig hek. Dus eigenlijk is dat voor alles beter. Dus ja, eigenlijk zo simpel is het hè, een hekje te maken. En dan maakt het dus niet uit of dat je in dit geval 3 meter of dat je 100 meter maakt. Het principe blijft hetzelfde. Die koppeling ook, ja, dan kan je natuurlijk ook gewoon recht houden en dan kan je recht je hekken koppelen. Of tussen je staanders, andere manieren voor. Dus eigenlijk ja, zo simpel is het. Dus nou is het aan jullie. Nu kunnen jullie allemaal hekken gaan maken. Dus nou ja, in ieder geval allemaal weer onwijs bedankt voor het kijken naar deze video. Laat ook even in de comments weten of dat jullie dit soort dingen interessant vinden. Hè? Ik heb natuurlijk heel veel geluld. Uiteindelijk ook wel wat gewerkt, maar daar zien jullie het meeste niet van. Dus ja, laat dat even weten. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Dus nou jongens, in ieder geval allemaal weer hartstikke bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later.